Leuk dat je weer kijkt. Vandaag heb ik een opgemaakt video voor je. Ik heb de laatste 2-3 maanden, alle spulletjes die ik heb opgemaakt even verzameld. En die wil ik je vandaag in deze video laten zien. Allereerst een van mijn favoriete douchegels. Dit is de Almond Shower Gel van de Body Shop. Ik ben ontzettend fan van de noten en de fruitgeurtjes van de Body Shop. En gaan we richting het najaar, richting de winter, dan pak ik toch veel sneller de almond en de argan en de chia. Omdat ik dat toch wat warmere, vollere geuren vind. Hij is ontzettend zacht voor je huid. Ik heb hier ook al een aantal andere van gehad, maar dit blijft mijn favoriet. Ik heb er ook echt nog een paar staan. Hoef voorlopig niet bang te zijn dat ik zonder zit. Maar dat is de eerste. Dan nog een product van de Body Shop. Dit is de Argan Scrub. Weer een noot. Hartstikke fijn, lekker zacht qua geur. Maar met een flinke korrel erin. En dat vind ik voor mijn lichaam wel heel erg prettig. Het is een gel-achtige scrub. Dus geen crème of zo. Dus hij schuimt verder niet zo erg. Maar hij laat wel een heel zacht laagje achter. Ik ben hier ontzettend blij mee geweest. Want nou is hij op natuurlijk. En ik denk ook echt serieus wel dat ik hem opnieuw aan ga schaffen. Omdat hij gewoon fijn zijn werk doet. Een lekker geurtje heeft. En ook een fijn gevoel achterlaat. Dus ja, deze ga ik zeker wel opnieuw kopen. Dan mijn favoriete shower gel van de Lush. Dit is de Snow Fairy. Ben ik ontzettend fan van. Een hele zoete, snoepige, nou fruitig niet echt. Gewoon echt, hij ruikt gewoon naar snoepjes. Gewoon ontzettend zoet. Hij is normaal gesproken helemaal roze. Dit is een product van vorig jaar. Maar die ben ik een tijdje kwijt geweest. Dus toen ik hem vond was ik hartstikke gelukkig. Alleen moest ik hem wel een beetje op gaan maken. Want hij is tot 11/12/2014 goed. Nou ja, had ik dan nog wel eventjes. Maar ik heb hem wel gelijk in de douche gezet en heb hem gelijk gebruikt. En ja, nu is hij op. Dus gelukkig zit Snow Fairy natuurlijk nu weer in het assortiment. Dus ik ga binnenkort ook gewoon een nieuwe fles halen. En ik denk dat ik dan ook gewoon lekker de grote fles ga halen. Want ik ben er zo fan van. Dus ja, die is op. Maar ook daar ga ik zeker een nieuwe voor halen. Dan heb ik een product van Vichy opgemaakt. Hier hoort normaal een dopje op te zitten, maar ik heb iets met dopjes. Ik raak altijd dopjes kwijt. Waarschijnlijk omdat ik ze dus ook niet opdoe, maar goed. Dit is de crème van Vichy Normaderm. En hier reageerde mijn huid best wel goed op. Ik had op dat moment best wel wat last van onzuiverheden. En die werden met deze crème ook echt wel wat minder. Het enige nadeel is dat er zo'n pompdingetje in zit. En ik heb dus niet het gevoel dat die leeg is, want hij is nog vrij zwaar. Maar ja, er komt dus gewoon niks meer uit. Zou ik deze opnieuw kopen? Nee. Ik heb op dit moment een crème van La Roche-Posay. En die vind ik ook ontzettend prettig werken. Ik vind de verpakking hiervan ook verschrikkelijk. Dus nee, ik zou hem niet opnieuw kopen. Misschien als ze een andere verpakking zouden hebben wel. Maar op dit moment heb ik van La Roche-Posay gewoon een goede. En die werkt ook prima. En die zit tenminste in een normale verpakking. Dus die ga ik niet opnieuw kopen. Dan heb ik ook een product opgemaakt van Philosophy. Hier hoort nog een ander product bij, maar dat ben ik kwijtgeraakt. Hij was wel gelukkig al op, dus ik denk dat ik hem gewoon weg heb gegooid. Maar dit is de Micro Delivery Peel. Een hele fijne ja, scrub, peeling meer, voor je gezicht. Werkt met twee delen. Het ene deel dat is dit, dat is de gel en het andere gedeelte zitten de kooltjes in. Je brengt kooltjes aan, die masseer je een beetje in je huid. En dan doe je dit spul eroverheen. Dan voel je het een beetje tintelen, een beetje warm worden. En daarna masseer je het nog even door. En heb je gewoon echt een hele zachte huid. Ik vond dit ontzettend fijn. Ik heb op eBay een klein product daarvan gekocht. Of een klein pakket, want het zijn er natuurlijk twee. Ik heb op dit moment van Philosophy de Micro Delivery Facial Wash staan. Uit mijn hoofd gezegd. En die vind ik ook fijn. Die moet je alleen meerdere keren per week gebruiken. En dit kan je gewoon echt één keer per week gebruiken en dat is meer dan genoeg. Dus ik denk dat als die wash weer op is, dat ik deze echt zeker weer aan zou schaffen. Heel absoluut een aanrader, ga ik zeker opnieuw kopen. Dan een monstertje van Benefit, de Dare Real mascara. Vond ik echt een super fijne mascara. Ik kreeg hem volgens mij bij de Pretty Box, dacht ik. En hij werkt zo verschrikkelijk fijn. Alleen hij is nu dus op, want het is gewoon een kleintje. Gewoon een heel simpel borsteltje. Plastic, waar ik normaal helemaal niet van hou. Ik hou meer van borstels met haartjes. Maar hij separeert mijn wimpers mooi. Hij dekt mooi. Hij maakt ze mooi lang. Ik ben hier zo verschrikkelijk fan van. Ja, goed. Hij is dus nu gewoon op en uitgedroogd en klaar. En het is dat ik echt nog 10 mascara's heb liggen.
Maar deze ga ik ooit een keertje wel opnieuw kopen. Want hij is zo fijn. Ik heb volgens mij nog nooit eerder zo'n fijne mascara gehad. Dus die hou ik echt zeker in mijn achterhoofd. Dan een eyeliner van Rimmel. De Glam Eyes Professional Liquid Liner. Vond ik een ontzettend fijne eyeliner. Ik heb er ook best wel lang mee gedaan. Dus hij droogt niet snel uit. Er zit ook gewoon genoeg in. Hij werkt heel fijn. Je kan heel precies werken. Er zit ook zo'n kwastje juist nu gewoon echt op. Maar je kan gewoon, je kan een winged eyeliner maken. Je kan gewoon puur alleen je ogen omranden. Het is echt een hele fijne liner. Dus ik weet ook eigenlijk niet of die nog in het assortiment zit. Ik ga er wel snel naar kijken. Ik heb nu nog wel liners liggen. Maar zodra ik bij een drogist ben of iets, ga ik wel kijken of die er ligt. En haal ik er gelijk twee of zo. Hartstikke fijn. Hartstikke precies mee te werken. Ook fijn dat er zo'n lange steel aan zit. Dan kan je tenminste lekker goed vasthouden. Dus absoluut een aanrader. En dat was het. Dat waren alle spullen die ik heb opgemaakt. Mocht je deze video nou leuk vinden, doe dan vooral je duimpje omhoog. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Het is volledig gratis en ik zou het hartstikke leuk vinden. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!